Nou, hallo, ik ben Marije. Ik ben eigenlijk ontwerper van beroep, maar ik ben met eten bezig gegaan, want ik dacht, ja, je hebt al zoveel dingen op de wereld die ontworpen zijn. Alle tafels waar je aan zit, alle kleding die je aan hebt, alle kopjes waar je uit drinkt. Maar eten, daar, ja, kan je daar eigenlijk wat mee? Dat vind ik eigenlijk veel leuker, want als je met eten iets gaat ontwerpen, dan maak je niet nog meer spullen die de wereld al overstromen, maar maak je iets wat in je lijf gaat. Ik vind het echt bizar dat als je met eten iets ontwerpt, dat je dan iets maakt wat onderdeel van jou wordt. En dat is eigenlijk de reden waarom ik met voedsel ben begonnen. Ja, dus dieren is natuurlijk wel grappig, hè? Want wie eet hier vlees? Bijna iedereen wel. We hebben een paar vegetarissen in de zaal. Ja, er zijn mensen die zeggen dat als je als je eigenlijk in één klap de hele wereld geen vlees meer zou laten eten, dan ben je eigenlijk zo gelijk van het hele klimaatprobleem af. Dus de impact van vlees eten is heel erg groot. Dat is groot op onze uitstoot van gassen. De impact is groot op onze voorraad van drinkwater. De impact is groot op wat het voor de aarde doet, of het de grond vervuilt. Dus er zijn enorm veel implicaties aan het eten van dieren. En daarnaast kan je je ook afvragen of het stoppen van dieren in hokjes met z'n allen hun hele leven eigenlijk, of dat eigenlijk wel een goed idee is en of je daar onderdeel van wil zijn. Het is niet zo dat ik vind dat iedereen vegetariër moet worden. Ik eet zelf ook wel vlees, dus het is niet dat ik daar een duidelijke mening over heb. Maar wat ik wel interessant vind is om te kijken, wat kan je nou doen, hè? Als je dan zegt van nou, in de toekomst moeten we misschien anders gaan kijken naar hoe we met onze dieren omgaan, hoe we met onszelf omgaan in relatie tot dat we vlees eten. En wat kunnen we daar eigenlijk mee doen? En hoe kan je daar op een creatieve manier naar kijken? Want er zijn heel veel technische oplossingen om te kijken van hoe kan je dan bijvoorbeeld vleesvervangers maken. Maar je kan je ook afvragen van wat kan je daar dan als mens eigenlijk mee? Kijk, hier heb je baconzaadjes. Zo groeit bacon. Maar eigenlijk is het natuurlijk het sperma van de beer die de zeug bevrucht. Dat zijn de echte baconzaadjes. Ja, eigenlijk is het grappig, hè? Want wij eten dus bijna allemaal vlees, zo te zien. Maar hoe vaak zien we nou eigenlijk een varken? Zie je eigenlijk bijna nooit. Misschien ga je ooit naar de kinderboerderij, maar verder zie je eigenlijk niet vaak een varken in de vleesindustrie. En terwijl we wel dat stukje varken dan op ons bord zien. Maar hoeveel relatie heb je dan eigenlijk met zo'n varken? En weet je eigenlijk wat voor leven zo'n dier heeft? Nu was er een groep game designers in Utrecht. En die dachten, het is wel grappig, want die varkens die zijn eigenlijk heel erg verveeld. Die zijn hele intelligente dieren en die zitten in die stallen. En heel vaak worden ze eigenlijk gewoon depressief. Die dieren hebben echt nodig om te kunnen spelen, om afleiding te hebben. Ja, dat is best wel een probleem voor de boeren, want ze worden agressief of ze worden depressief. Maar mensen die hebben ook eigenlijk helemaal geen verbinding met die dieren, want heel vaak kan je helemaal niet een varkensstal zomaar in. Dus hebben zij een game bedacht. Er zijn heel veel mensen die zijn namelijk heel boos geworden over dit idee. Die vonden het echt belachelijk dat die dieren dan ook nog zouden worden ingezet als spelmateriaal. Terwijl je kan ook zeggen, het is eigenlijk wel fijn dat ze nu afleiding hebben. En hierdoor hebben mensen toch het gevoel van dat er een dier achter jouw spelletje zit. Ik weet niet of jullie nog zo'n kinderspeelboerderij kennen. Zo'n houten met één haan en één ezel en één kip en een varken en een, nou wat is het, een koe meestal. Maar er zijn echt bijna geen boerderijen meer waarbij je één haan en één varken en één kip hebt. Meestal heb je gewoon megastallen waar gewoon van één dier heel veel dieren zijn. Dus is er een ontwerper die heeft een speelstal gemaakt die eruit ziet als zo'n ouderwetse boerderij, een houten boerderij. Maar die gebaseerd is op hoe nu eigenlijk dieren worden gehouden. Dus je kan daarmee spelen met kleine houten varkentjes. Dit is een varkensstal. En die zitten allemaal opgepropt in die hokjes. Maar je krijgt bij die hele set, naast dat je dus heel veel varkentjes krijgt en geen kippen en stieren en ezels, krijg je ook allerlei andere dingen. Je krijgt namelijk ook houten scheermesjes om de varkens mee te kastreren, want dat gebeurt ook in de varkenshouderij.
Je krijgt ook nog sojaboompjes, want die moet je dan ook nog planten. Want heel veel van onze varkens die eten soja, maar dat komt eigenlijk van het andere deel van de wereld. Dus krijg je ook nog zure regen erbij als houten vormpjes. Dus het is eigenlijk een soort van grappige manier om mensen op een andere manier te laten kijken naar hoe voedsel werkelijk wordt geproduceerd. Door de lens van zo'n kinderspeeltuig, waar je op een soort romantische manier kijkt naar wat de boerderij is. Want eigenlijk bestaan die boerderijen helemaal niet meer. In de toekomst moeten we misschien toch echt anders gaan eten. Dan zie je dat er heel veel vleesvervangers worden gemaakt. Maar heel vaak vinden mensen dat ze dan een keuze moeten maken tussen ofwel vlees eten of helemaal niet. En nu is er ook een ontwerper die heeft gedacht, ik ga een soort tussenfase in. En dan neem ik een worst. En bijna iedereen op de wereld, in welke vorm dan ook, eet wel iets wat lijkt op worst. Dus worst is een soort van heel geaccepteerd, iconisch vleesproduct. En wat zij heeft gedaan is een onderzoek gedaan naar de toekomst van worst. En toen heeft ze gedacht, misschien in plaats van dat je zegt van iedereen gaat helemaal gelijk overstappen van vlees naar geen vlees. Misschien kunnen we worsten maken die er dus herkenbaar uitziet. Maar die gaan we dan voor een klein deel vervangen met een vegetarisch product. Bijvoorbeeld ze heeft worsten gemaakt waarvan één deel gemaakt is van groenten en de rest allemaal wel van vlees. Nou ja, insecten is natuurlijk iets waar heel veel mensen wel aan denken. Zie je altijd, je wordt altijd doodgegooid met in de toekomst, dan eten we geen vlees meer. En dan moet je altijd van die vieze insecten gaan proeven. En je ziet eigenlijk dat de meeste mensen daar een beetje een ongemakkelijk gevoel bij krijgen. Want eigenlijk is het een heel goed idee. Insecten die hebben een 1.1 voerconversie. Dat betekent dat als je 1 kilo voer hebt, dat je er ook bijna 1 kilo vlees af kunt halen. Wat natuurlijk super goed is, want daardoor heb je eigenlijk bijna geen verlies in het voedsel wat je erin stopt. Dat is bij andere dieren heel anders. Maar dit is een ontwerper die heeft een ding voor in je keuken bedacht, waarin je dus je eigen voedselrestjes in dat ding stopt. En daar groeien dus je eigen meelwormen op en die kan je dan uiteindelijk weer oogsten en eten. Dus je hebt gewoon een soort vleesproductieunit in je eigen keuken. Nu is er ook nog een andere ontwerper die zegt, dat is wel leuk als je dan insecten gaat eten. Maar zou dat niet dus net zo gaan met die insecten als dat we nu met onze kippen hebben? Want we zijn ooit in het verleden begonnen met vrij kleine, magere, schriele kipjes. En die hebben we genetisch zo gemodificeerd dat het dikke plofkippen werden met heel veel vlees en die heel snel gingen groeien. En denk je niet dat we dat dan ook genetisch zo gaan doen met onze insecten? Dus zij heeft plofinsecten bedacht. En zij ziet dat we dus in de toekomst van zo'n kleine krekel onze insecten dus ook genetisch gaan modificeren, zodat het dikke vette plofinsecten zijn. En de vraag is dan ook of er dan in de toekomst daarna dan ook weer activisten komen die dan weer opkomen voor de rechten van de plofkrekels. Dus je hebt best wel veel mogelijkheden voor vleesvervangers. Soms komt dat van soja. Maar ook zeewier is een heel goede vleesvervanger. Maar allerlei proteïne kan je daarvoor gebruiken. Maar wat we eigenlijk missen als we dat doen, is ook de cultuur rondom vlees. Dus vlees heeft natuurlijk ook gewoon een heel karkas waarmee je naar de slager gaat en die gaat dat karkas bewerken. En hier is een ontwerper. En die heeft dat ritueel van het slachten en het idee van dat vlees niet alleen maar een product is wat je in je lijf stopt, maar waar omheen ook een hele cultuur bestaat, heeft zij een materiaal gebruikt en dat is een zeewier. En dat zeewier heet dulse. En als je dat bakt, dan gaat het naar bekens maken. Ze heeft een heel karkas gemaakt van dit materiaal. Ze heeft daar een hele slagerij mee ingericht van zeewierproducten. Maar ze heeft wel die hele uitdrukking van slagerij gehouden. Ja, kweekvlees, heel simpel, is eigenlijk gewoon, je hebt een dier, je haalt daar één cel uit, een stamcel. Die doe je in een laboratorium in zo'n petrischaaltje. En dan kan je vlees groeien in een laboratorium. En je hoeft daar dus niet een dier voor te doden. Maar eigenlijk zijn grote bedrijven nu vooral bezig
met te ontdekken hoe maken we dan lekker kweekvlees. Want kweekvlees heeft nog niet zo'n lekkere bite, het heeft nog niet zo'n echt vleestextuur. En het is heel erg duur. Dus er is een tijd geleden de allereerste hamburger gemaakt. Die was ongeveer zo groot en die kostte 200.000 euro. Ze zijn nu inmiddels wel een stuk verder om goedkoop kweekvlees te maken. En over een aantal jaar denk ik dat het ook wel echt op de markt zou komen. Ik vraag me dan af ook van ja, als je dan kweekvlees hebt. Van heel veel mensen denken dieren hebben een ziel. Maar heeft kweekvlees ook een ziel? Dat vraag ik me dan af. Want het dier waar het vandaan komt, dat leeft gewoon nog. Het is eigenlijk dus een kloon. Dus je kan gewoon ook uit jezelf kan je gewoon een stamcel halen. En je kan jezelf ook in een petrischaaltje laten groeien. Dit is geen kweekvlees. Dit is een 3D-print stuk vlees. Dus 3D-printen wordt heel veel gedaan natuurlijk, maar meestal niet met eten. Soms wordt het wel gebruikt door chocolatiers, die maken er dan hele mooie kunstwerken mee. Maar verder wordt er niet echt heel veel mee gedaan. En dit is een van de eerste ontwikkelaars die van geheel plantaardig materiaal een soort steak heeft, 3D-print. Die dus ook een goede bite heeft, omdat die 3D-print is. Het grappige is dat nu mensen dus hebben ontdekt dat je dus vlees kan kweken in een laboratorium, zie je dat iedereen maar hamburgers gaat maken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje raar. Waarom moet het dan weer een hamburger zijn? Als je dan toch een heel nieuw iets hebt, iets wat nog nooit heeft bestaan in de geschiedenis, kan je dan niet ook even een momentje denken, laten we wat anders maken dan die hamburger? Nu is daar een filosoof, Koert van Mensvoort, is daarmee bezig. En die dacht, laat ik eens kijken met een hele groep studenten. Zij gaan kijken van wat voor dingen kan je dan verzinnen? Want als je toch iets heel nieuws maakt, misschien zijn er dan ook wel dingen waar we nog helemaal nooit aan hebben gedacht. Nou ja, een van de dingen waar die op kwam was gebreid kweekvlees. Want kweekvlees wordt in een soort van strenge gegroeid. En dat heeft nog niet echt een bite. Maar stel je nou voor dat je iets zou gaan breien, dan kan je dus iets maken wat wel die bite heeft. En dan kan je ook een soort van gezellig ritueel ervan maken. Dan zeg je tegen je oma, nou, ik heb wel genoeg traaien, brei nou maar even een lekker stukje vlees voor me. Ja, je kan je ook voorstellen dat je een tuin hebt en daar heb je gewoon een lief varkentje. En het varkentje dat heet Poekie en die geeft je al je etensrestjes, want dat lusten varkens wel. En daar knuffel je mee en dat is heel leuk. Maar ja, je hoeft hem niet dood te maken. Je kan gewoon uit Poekie kan je gewoon één stamcel halen. Die kan je ergens naar een laboratorium brengen. Of misschien op dat moment kan je het misschien zelf wel in je keuken in een incubator laten groeien. En dan kan je gewoon van Poekie, terwijl die nog leeft, kan je gewoon zijn worst gaan eten. Dus dan heb je Poekieworst. En als je zegt van ja, kinderen weten niet meer waar hun eten vandaan komt. Nou ja, in dit geval weet je echt heel goed waar je eten vandaan komt. Want Poekie die loopt gewoon bij jou in de achtertuin. En omdat het in een laboratorium wordt gemaakt, is het echt heel hygiënisch. Dus je kan ook bijvoorbeeld rauw vlees maken of een soort sashimi met vlees, wat nu eigenlijk nauwelijks voorkomt. Alleen filet américain is eigenlijk rauw vlees. Nou ja, als je een stamcel tot een heel stuk vlees kunt laten groeien, ja, dan zou je ook een stamcel van een dinosaurus die je nog kunt vinden ergens kunnen laten groeien en dus bijvoorbeeld een dinosauruspoot eten als avondeten. En je kunt ook dan denken van nou, ik wil misschien wel de hersenen van Einstein eten. Je kunt natuurlijk hele rare dingen gaan bedenken. Want als je maar één stamcel nodig hebt, ja, jezelf kan je eten. Ja, we zijn natuurlijk cannibalisme, daar moet je wel mee oppassen. Dus als je zin hebt om een bijt uit iemand anders te nemen, daar kan je de gekke koeienziekte van krijgen. Creutzfeldt-Jakob. Maar potentieel is het wel mogelijk. Dus je kunt misschien van een bekend iemand een hapje even proeven. Ja, het is grappig met vlees. Dat vlees eigenlijk, daar heb je gewoon een heel dier voor nodig. Dat dier dat leeft, daar moet je voor zorgen. Daar stop je eten in. Dat is echt heel veel werk. Maar vlees is tegenwoordig echt super goedkoop. Vlees is echt, als je kijkt voor wat je krijgt, dan ja,
Dat is echt een schijntje. Bijna iedereen kan nu vlees betalen. Terwijl vroeger was vlees iets wat je alleen maar at als je heel erg rijk was. Of één keer in het weekend. En dat was dan een bijzonder moment. Maar nu, heel veel mensen eten eigenlijk gedachteloos vlees. Een student van mij die heeft daar een project mee gedaan. En die is gaan kijken naar runderslachting. Ze is naar heel veel slachthuizen geweest. En ze dacht van, ja, wat zijn het eigenlijk mooie dieren, hè, die koeien. Ze wou eigenlijk ook een koe kopen als afstudeerproject. Dat heeft ze toch maar niet gedaan, want ze woonde op een flatje. Maar ze dacht wel, wat een mooie dieren zijn dat. En die hele mooie dieren, ze zijn echt heel groot en indrukwekkend en zacht en harig en mooie ogen. Ja, die worden gewoon boem. Even krijgen ze een standgun of ze worden doodgeschoten. En dan vloep, vloep, vloep. En dan liggen ze in een plastic bakje in de supermarkt voor heel weinig geld. En ze ging kijken naar het hele proces van slachting. En toen zag ze dat zo'n dier wordt eigenlijk helemaal hergebruikt. Dus er is bijna geen afval. Dus de botten worden weer gebruikt en de ingewanden worden weer gebruikt. En eigenlijk het enige afval wat je hebt bij de slachting van runderen is het hulsje van de kogel. De hulsjes van de kogel die ze gebruiken in het pistool, die worden weggegooid. En ze verzamelde die. Ze nam die mee nadat ze naar die slachthuizen waren gegaan. En toen dacht ze, kijk, ik heb nu 5 kogelhulzen in mijn hand. Er zijn dus 5 hele koeien die ik hier dus eigenlijk in mijn hand heb. Gewoon 5 hele koeien zijn hiermee doodgegaan. En ze dacht, ja, zo'n hulsje is eigenlijk niet zo heel veel waard. Het is gewoon een stukje metaal. Maar eigenlijk staat het symbool voor zo'n hele koe. Wat gewoon helemaal, die geboren is, die is opgegroeid, die ja, een heel leven heeft gehad. En geïnspireerd daarop heeft ze van die hulsjes paperclips gemaakt. En met die paperclips heeft ze een soort van automatiek gebouwd. En bij die automatiek kan je voor 5 cent kan je een centje ingooien. En dan krijg je een paperclip, maar dan krijg je ook een filmpje te zien. En dat filmpje laat ik even zien. I was a bullet case. I was a bullet. I took away the life of one cow. Ja, en als je dan dus zo'n paperclipje hebt, dat is heel raar, want die paperclipjes zijn ook, die heeft ze ook echt gemaakt. En die zijn net een beetje dikker, ze zijn net een beetje zwaarder, dus je ziet van, nou, dit is niet een normale paperclip. Maar ze heeft er juist een paperclip van gemaakt, omdat een paperclip, dat is echt een heel, ja, soort lullig productje. Daar, die gooien we weg. Dat denk eigenlijk nooit aan een paperclip. Maar juist omdat dat dier, wat dus vlees wordt in zo'n plastic bakje in de supermarkt voor heel weinig geld, wordt ook een soort lullig product. En door dus die paperclip te hebben, heb je opeens het gevoel, ja, maar dit was dus echt die kogel. Of die huls van die kogel. Dit was die huls. En dit heeft dit paperclipje, uiteindelijk, als je dus terugdenkt, heeft gewoon 1 koe zijn leven voor gegeven. Het is niet zo dat zij nou tegen doden van koeien is. Ze houdt juist heel erg van rundvlees. Dat is een van de redenen waarom ze dit project begon. Maar ze dacht wel, het is zo jammer eigenlijk dat we niet meer voelen hoe bijzonder dat eigenlijk is. Dat gewoon een heel dier is doodgegaan voor dat vlees. En dat als ik dat eet, dat ik daar eigenlijk helemaal niet meer bij nadenk. En wat ze met dit wil doen, is eigenlijk vooral om mensen gewoon even weer te laten voelen, oh ja, maar dat is toch echt best wel bijzonder. Dat ja, dit hele goedkope product gewoon een heel dier was. Ja, dit is eigenlijk het verhaal wat ik wilde vertellen over dieren.